de vrouw. Ja. Zou je zeker zo lang? Ja. Oké. Nou, het zou zeggen, spaart natuurlijk alles vanuit de contractregel. Dit huisje is ooit gebouwd door een PVC-handelaar in Pevers. Het museum wil het heel graag hebben. Yeah.
daar verkocht voor 9 ton. Of verkopen. Het is een rijksmonument, je mag er niks mee. Voor ons zien we de sluispoort. Oorspronkelijk waren er 5 sluispoorten in de vesting van het bewerk. Dat had 2 doeleinden. Ten eerste aan de andere kant had de Zuiderzee. Dus je had een ebbenvloed. En dan met hoogwater ging het sluiten. Maar ze kon ook aan de andere kant van de eigen deur dicht doen. Ter verdediging van het land. Het gebouw is 1709. Hey!
dat kan niet, hè? Dat kan niet. Dat is verboden. Verboden. Dat heb je zomaar uitzien. Ja. Nou ja, we varen eigenlijk nou de stad uit, maar dit hoort natuurlijk wel bij de oude stad. Graag. We varen eigenlijk nou de oude stad. Straks krijg je nog een stuk, want daar staan ze tegen elkaar aan op. Ja. In de oorlog hebben ze alle diepen gesloten, dus een brandbouw. Ja. In 1946 hebben ze deze boom al ingeland. Nou gaan ze allemaal wel. Elk jaar worden ze de 5-6 opgehaald. Ja, er staat af en toe boven, maar ja, plak u.
Nou, we weten allemaal wat brandstof kost. Dus we gaan hier gaan roeien. Ja, ik als ze kopen, hè? Voor een tientje kan ik niet helemaal aan het eind. Nee. Dit is de tweede sluispoort die we zien. Ja. Dat is tevens ook de hoofdpoort via water van dit gebouwd. Hoe weten de geschiedschrijvers dat? Dit is de enige poort met twee pieken. Ah, dan onder één. Okay. Hier kwam ook weer een vissenman binnen. Dit is afgelegen in de stad. Alleen, ze kwamen al lang niet helemaal terug. Nee. Maar een heleboel die zijn op zee gebleven. Zuiderzee was het wel een vis. Doordat die niet diep is. Hetzelfde is het. Kijk eens die voet. Als een vrouw is op de achtergrond, die kan niet thuis. Zuiderzeemuseum heeft zo'n winkeltje. Het is niet dat ik huis, maar al een ander uit Zuiderzee, maar het is allemaal heel intact. Die vrouwen waren binnen en vaak binnen. Niet uit liefde, maar uit noodzaak. De geruchten gaan wel dat als die vrouwen binnen die maanden op de vrouwen, dat ze de neusjes vrouwen die ogen en ik heb ook wel eens enkele enkhuizers horen zeggen dat de vrouwen wel blij waren dat de man niet meer terugkwam. Kan ik me ook wat bij voorstellen. Kan ook. Ja. Ja. Er waren dus vijf. Dit is de tweede. De derde hebben ze een verdeling van gevonden. En nummer 3 en 4 zijn ze nog zoekende. Oké. Okay. Het zoeken dan? Ja, ze weten niet exact wat meer. Ooit heb ik hier afgebroken van. Gebroken, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, ze weten niet exact wat meer. Net de hoofdingang via het water, dit was de hoofdingang via het land. Ja. De koepoort. Nu is niet alles in Enkhuizen erg duur, want 3 jaar geleden kon je komen voor een euro. Ja, dan maar, moest, dan, maar dan, dan moest je wel, moest je wel tekenen dat je voor 3,5 miljoen euro ging restaureren. Dat is ook een rijksmonument, dus je mag er ook niks mee. En is dat verbod? Nee, nee, nee. De architect, de paleis op de dak geweest. Oké.
En het oude stadhuis. Als je dan kijkt naar de dakgoot, dan zie je dat er een knikker zit. Straks aan de andere kant kan je het misschien nog beter zien. Maar dat is bewust gedaan. Want als ze aan de overkant met een kanon stonden en je zou een rechte poort maken, kun je de kogel recht de stad inschieten. Oké, zo. De stad inschieten. Dat wil dan niet. De kogel kent ze aan voor de muren. Je hebt wel helemaal gerestaureerd. Dat op overheidsgeld. Kijk, dat had verstandig. Denk het ook. Ja, ik denk ook. Ik weet niet of het boven wat is. Misschien wel, maar ik zou het niet weten. Dat mag niet. Over dat steekhuis allemaal liefjes waren. Dit hier, die rode daken, is de Oranjestraat. Nou, alles wat ons nu weer verboden heeft, gebeurt daar. Drugs, vrouwen, vechtpartijen. Oh, heerlijk, ja. Alle thuis gegaan, die in deze staat. Nog steeds. Als je iets zoekt, wat je ook zoekt, mag hebben, dan moet je weten. Zuid-Zeemzee, hier moesten we zijn.
veel huizen zijn heel boos. Met tuin, dalen in. Gewoon de hele dag rondhangen. Dat is wel onze jeugd. Voor de sociale huurwoning. 18 jaar of zo. Vanaf hier is even opletten. Dit stuk tot eind van de bomen. Gisteren heb ik het niet gezien. Maar de broeder IJsvogels.
zit er niet in. Daar zit er een, op het dak. Rood, rood voren. Tot in als je weg ziet, ja, hoe ja, blauw het is. Hoe hier? Ja, hij is van. Ja, hij is van. Ze hebben ook een jutter. Iedereen weet wat een jutter is. Iedereen weet waar die jutter is. Ja. Ja, ik hoef niet te zeggen waar die zit, dat zie je wel.
voor die jongbus zie je een ronde deur. Ja. Rijsthuis en Guijs, 2 meter 10 breed. Staan. Denkhuis heeft qua gebouwen, het is allemaal in gebruik. 32 op dat gebouw. Ja, sommige mensen. Let op, deze brug is laag. Gewoon, er blijft zitten, is niks aan de hand. Maar, dat was vroeger de beheerderswoning. Daar woont nu